Ja, waar leienaren rondlopen die zich verspreiden over de stad. En de echte 3 oktober diehards, die herken je gelijk. Die zien er namelijk zo uit. Rood, wit en zelfs roodgelakte nageltjes. De handschoenen die zijn in het rood-wit met 1574. Het jaar dat op 3 oktober de Spanjaarden werden... verdreven. Ja, precies. De geschiedenis zit er echt goed in geramd. En volgens mij, Betty en Roos, Betty, bij jou echt, nou, in de wieg al, hè? Ja, dat is met de paplepel ingegoten. Ik ging vroeger met mijn opa, ik was een jaar of 6, net na de oorlog, kan je daar gaan. En dan ging ik naar de kermis en dan begonnen wij, kreeg ik een krentenbol met roomboter. Zo, maar dat was luxe. En dan gingen we naar het veld en dan moest je was op het Schuttersveld. En het regende altijd. En dan hadden ze over die kuilen hadden ze stro gedaan. En dan zag je niet dat er een gat onder zat. En dan stap je daarin en dan zat de blubber aan je billen. Ja. En dat was leuk. Nee, dat was een beetje vies, een beetje koud. En toch nog steeds altijd 3 oktober beginnen met de reveille 's ochtends om 7 uur bij het stadhuis. Ja. Ja, we slapen amper. Ja, maar hoe laat was het vannacht? Jullie hebben het me verteld. 1 uur. 1 uur? Nee, 12:30. Ja, 1 uur waren we terug. Want er wordt op 2 oktober al gefeest, hè? Er wordt, Ja, en 1 oktober natuurlijk met de taptoe en de mini-koraal. En dan gisteren met de optocht van de kinderen. En dan de kroeg in. En dan weinig slapen. En dan 16:30 eruit. Want dan moeten we hier zijn om vanaf 18:00. Voor natuurlijk de reveille. Wat gaan jullie zo nog doen? Want jullie hebben de stoeltjes bij. Nou, ja. We gaan nu eventjes kijken naar het haring schoonmaken. Dat is ook altijd leuk. En dan gaan we naar de Garenmarkt. Daar zijn optredens. Kunnen we even zitten. En dan gaan we om 12:00 zijn we bij op de Plantagelaan. Helemaal geïnstalleerd voor de optocht. Met optocht zometeen gaat... met stoeltjes. Met precies. Stoel. Die gaat om 1:00 beginnen. Dames, heel veel plezier. En Debbie en Frits. Ik wil net zeggen, want de een gaat hier zitten en ik daar. Want dan komt mijn dochter met de kinderen. En de jullie houden de plaatsjes vrij. Ik snap hem al helemaal. Maar ga hard werken daarvoor. Het is helemaal klaar. Ik ga richting boot, Debbie. Want wij hebben dit jaar een echte heuse... luxe boot. En daarmee ga ik richting de historische kermis. Marcel zwaait, dat is de radiotechnicus die aan boord is. Ik zwaai terug. En wij stappen op en gaan dan richting de historische kermis voor het volgende uur.